en hartelijk welkom bij onze 15e overwintervlog. Leuk dat u weer kijkt. We zijn in Portugal, Zuid-Portugal. We staan aan de kust. Het plaatsje heet Zambuzera do Mar. Ik heb net even nagevraagd bij een lokale bewoner en zo schijn je het ongeveer te moeten uitspreken. We hebben te maken met onstuimig weer. Het is regenachtig, het is bewolkt uiteraard, het waait heel hard. Wij zouden zeggen slecht weer, maar de agrariërs die zullen hier waarschijnlijk zeggen eindelijk is een keer een beetje water. Hoe dan ook, voor ons de komende dagen even binnen blijven, maar dat geeft mij mooi de gelegenheid om u weer wat informatie te geven, kijkersvragen te beantwoorden. Ik ga iets vertellen over de NKC-app en als het weer is opgeknapt en daar ziet het dan uit de komende dagen, dan gaan we wel weer verder. Veel plezier bij deze aflevering. Ik zal nog even iets vertellen over deze camping. Er zit dus een mooi zwembad bij. Camping heeft een restaurant, heeft een winkeltje. Het maakt een nette indruk overal. Het terrein is gewoon netjes verzorgd. Sanitair is goed in orde. Fijne douches. Er is wifi op de camping, inbegrepen bij je verblijf. Goede wifi ook. En we betalen hier €14 voor een overnachting. Dat doen we met behulp van die actiekortingskaart. Alleen hebben ze wel een trucje bedacht op deze camping. Dat geldt pas vanaf 2 nachten. Sta je hier 1 nacht, dan betaal je €16. Eigenlijk dus niet volgens de actieregels, maar goed, ze doen het. Er is niet alleen een binnenzwembad, maar ook een buitenzwembad. Er is een zoutwaterbad, er is een jacuzzi, dus je kunt hier zeker genieten van alle waterfaciliteiten. Deze camping is trouwens het hele jaar door geopend, dus je kunt hier altijd terecht. De camping heeft veel schaduwplekken. Je staat bijna overal onder de bomen. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat het hier zomers behoorlijk heet kan zijn. En dan ben je blij dat je een beetje schaduw hebt. Dat is op dit moment niet aan de orde. Die bomen die scheiden wel een soort van vloeistof uit op dit moment. Een bruine, vettige substantie. En daar wordt de camper behoorlijk vies van. Maar dat kun je met een doekje er gelukkig vrij makkelijk afhalen. Maar ik ben wel blij dat ik de luifel dicht heb gelaten. Dit is de boosdoener, deze eucalyptusboom hier. En dat ruik je wel hoor, dat dit een eucalyptusboom is. Maar dat vind ik wel lekker. Ondanks dat het dan voor ons misschien iets minder weer is op het moment, gaan we wel even kijken wat hier te doen is. En volgens de borden bij de camping is het stadje, het plaatsje is 200 meter en het strand 350 meter. Nou, dat moet te doen zijn. Ja, je loopt inderdaad zo vanaf de camping het stadje in en je bent ook zo bij het strand. Mocht u zich afvragen waarom Wilma niet in beeld is, die voelt zich nog niet helemaal lekker. Die heeft het echt goed te pakken hoor. Die heeft een flinke voedselvergiftiging gehad. We denken dat het uit een bepaald restaurant komt, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ze heeft koorts gehad, flink aan de diarree geweest, overgeven, echt heel beroerd. Maar gelukkig gaat het al wel ietsjes beter. En zodra ze er weer een beetje uitziet, dan komt ze ook alweer voor de camera. Mooi gezicht hoor, die golven die zo tegen de rotsen aan beuken aan de kust. En het waait ook hartstikke hard hoor, nou. Maar dat is wel een keer lekker zo'n uitwaaiwandeling. Op verzoek van Wilma even deze bloemetjes in beeld, want die zie je heel veel. Overal waar we onderweg zijn, zien we ze. En we gaan eens even opzoeken op Google Lens wat het precies is. Ik heb het al gevonden. The Morning Glory is dit. Nou, dat kwam even goed uit. Ik ben al sinds wij onderweg zijn op zoek naar nieuwe crocs nergens kunnen vinden. Maar deze Aziaat heeft precies wat ik zocht. Ik wil het graag even hebben over deze app. De app Campercontact van de NKC. U kent hem ongetwijfeld en waarschijnlijk gebruikt u hem ook wel. Misschien kunt u zich nog herinneren, in onze vorige vlog hebben we het al even over gehad. Dat ons opviel dat in de diverse apps beoordelingen stonden waarin stond dat een camperplaats niet meer toegankelijk is. Of omdat de hoogtebalken geplaatst worden, zodat je er niet meer op kon. Het werd niet meer gedoogd dat je ergens ging overnachten of de hele camperplaats was opgeheven. Nou, onze vraag was eigenlijk, moet zo'n camperplaats dan niet uit die app gehaald worden? En waarom doen ze dat dan niet bij de NKC? Ik heb contact gehad met Wim de Wolf van de NKC en dat is de eindredacteur Campercontact van de afdeling Camperplaatsen.
En ik heb hem gevraagd hoe het nou zit. Waarom die camperplaatsen nou niet worden verwijderd als er bij de reviews wordt geplaatst dat een plek niet meer beschikbaar is. Nou, daar had hij een goed antwoord op. Maar eerst wil ik u even vertellen hoe het eigenlijk werkt met die app Campercontact. Want ik begreep van Wim, en ik wist dat helemaal niet, dat er maar liefst 20 moderatoren dagelijks bezig zijn om die app up-to-date te houden. De app Campercontact is een app die wordt door en voor camperaars gemaakt. En vooral door camperaars. Dus alle wijzigingen die worden doorgegeven, worden dus door die 20 moderatoren verwerkt in de app. Zodat we een altijd zo goed mogelijk, actueel mogelijke app hebben waarmee we op pad kunnen gaan. En naast die 20 moderatoren zijn ook nog 6 medewerkers op het kantoor van de NKC daarmee aan het werk. Dus je zou kunnen zeggen, een team van 26 mensen is dagelijks bezig met de app Campercontact en de website Campercontact natuurlijk. Dus dat even vooraf. Nou, over die wijzigingen. Er blijkt dus, en ik wist dat ook niet, maar er zit een knop in Campercontact waarmee je wijzigingen kunt doorvoeren. Als u in de app naar een camperplaats toe gaat en u scrolt wat naar beneden, dan ziet u rechts onderaan in de hoek een oranje plusje. Als u op dat oranje plusje drukt, dan kunt u 3 mogelijkheden zien. U kunt een review toevoegen, u kunt een foto toevoegen of u kunt een wijziging voorstellen. Een review toevoegen is natuurlijk prima informatie voor andere camperaars, zodat ze weten wat uw ervaring was op een camperplaats en daarop zelf een beoordeling kunnen maken. Foto's zijn altijd goed en een wijziging voorstellen, daar gaat het nou precies om als u wilt dat er een belangrijke verandering wordt doorgegeven in de app. Het is namelijk zo dat die moderatoren geen tijd hebben om alle reviews door te lezen en daar eventueel actie op uit te voeren. Maar ze kijken wel naar die wijzigingen. Sterker nog, als u een wijziging voorstelt, dan krijgen ze daarvan een berichtje. Gaan daar direct mee aan het werk en op die manier krijgt u natuurlijk een actuele app. Altijd. Als u klikt op dat scherm een wijziging voorstellen, dan komen er weer een aantal subschermen. En daar kunt u verschillende soorten wijzigingen doorvoeren. U kunt bijvoorbeeld contactinformatie aanpassen. U kunt prijzen en periodes, voorzieningen, terreininformatie en allerlei andere zaken doorgeven. Maar u kunt ook overige veranderingen doorgeven. En daar zou u bijvoorbeeld in kunnen zeggen dat een camperplaats niet meer bestaat of niet meer toegankelijk is. Of dat er hoogtebalken zijn geplaatst of dat het niet meer wordt gedoogd enzovoort enzovoort. Dus het scherm wijziging voorstellen, dat is belangrijk, want daar wordt echt actie op uitgevoerd door die moderatoren. En daardoor hebben wij altijd een actuele app. Om het nog wat te verduidelijken, heb ik het even nagespeeld in een filmpje en dat ga ik nu even laten zien. Het is zondagmorgen 31 oktober en we hebben nu 2 nachten op deze camping gestaan. We gaan een stukje verder rijden en dat is 1 dag eerder dan gepland. Maar dat doen we omdat het zo regent, omdat het zo nat is allemaal. Het zand loopt naar binnen, de camper is vies. Dus we zoeken even wat meer openheid op. Wilma is al een plek aan het uitzoeken en dan zie ik u bij de volgende plek. Voordat we gaan rijden nog even een kleine anekdote. Er is een meneer hier 2 dagen hartstikke druk geweest om dit muurtje te metselen. En er reed net een camper achterwaarts in, die wilde verzorgen. Met de fietsdrager, boem, muurtje om. Dus helaas, hij moet weer opnieuw beginnen. We zijn precies 7 kilometer verderop terechtgekomen. De rit was 10 minuten en dat is met afstand de kortste etappe tot nu toe in onze reis. Wilma heeft een mooie, kleine, compacte camperplaats gevonden. Geen bomen boven ons en het eerste wat we nu gaan doen is alles schoonmaken, al het zand eruit, op laten drogen en dan hebben we de zaak weer op orde. Vandaag vlieg ik met de kleine drone, de DJI Mini 2 en ga even kijken of het lukt, want er staat best wel een windje, maar volgens mij moet het kunnen. Gelijk even een goed moment voor een kijkersvraag. Hoe weet je nou waar je wel en niet mag vliegen met je drone?
We hebben natuurlijk al veel video's gemaakt over wat er allemaal voor nodig is om met een drone te mogen vliegen. En het antwoord op de vraag van waar mag je wel en niet vliegen, dat hoor je natuurlijk allemaal als je die cursussen en het examens gaat doen om dat Europese dronebewijs te halen. Maar om even concreet antwoord te geven op deze vraag. Je hebt natuurlijk te maken met de Europese regelgeving, maar daarnaast heeft ieder land ook zijn eigen beperkingen en eigen regels. In Portugal moet je bijvoorbeeld opletten als je in de buurt van een nationaal park vliegt. Als je daar boven wilt vliegen, moet je eerst toestemming vragen. Nou, we zitten hier net op de rand, heb ik gezien op de kaart, dus het mag net. Maar daar moet je wel degelijk rekening mee houden. En ieder land heeft gewoon zijn eigen website, luchtvaartautoriteiten, waar dat allemaal geregeld is. Zo, de drone is in de lucht en ik test eerst eventjes hoe het gaat met de wind. Je ziet dat hij zijn best doet om stil te blijven hangen. Maar ik vind dit voldoende om de vlucht te maken. Dus ik ga zorgen dat u weer een paar mooie dronebeelden krijgt. Het is gelukt. De drone had wel wat moeite met de wind. Ik kreeg ook waarschuwingen op mijn schermpje, maar ik ben veilig geland en de beelden zijn gemaakt. Misschien ook een goed moment om u nog even wat statistieken te geven van onze reis. Ik vertelde eerder al dat we vandaag de kortste rit hebben gemaakt van 7 kilometer. We zijn nu 7 weken onderweg en we hebben 27 ritten gemaakt. En we hebben dus ook op 27 verschillende overnachtingslocaties gestaan. We hebben totaal 3400 kilometer gereden. En daarmee zijn we zo'n beetje op de helft van onze reis, qua kilometers dan. Qua tijd zijn we nog lang niet op de helft, want we gaan nog heel veel dingen zien en heel veel bekijken. Maar iets minder rijden dus. Dat valt trouwens niet mee dat ik nu in mijn eentje weer een hele aflevering van Camper TV moet presenteren. Dus ik zal blij zijn als Wilma weer beter is. En nu ga ik naar binnen, want het begint harder te regenen. Het is inmiddels ook hier in Portugal donker geworden, want ook hier hebben we natuurlijk te maken met wintertijd. Het is 6 uur, het is donker. Ik ben alles wat ik vandaag gefilmd heb aan het monteren. En ik ga u nog even 1 minuut laten zien, een rondje over de camperplek. Vandaag maandag 1 november en het is nog steeds bewolkt, regenachtig en mistig. Kijk maar ook achter mij. Het is zelfs zo vochtig dat de sensor van de camera nog steeds beslagen is en daarom ben ik zelf misschien ook een beetje wazig in beeld. De rit die we gaan maken is 71 kilometer. Laten we gaan rijden. Bluesmuziek, maar met deze muziek is het altijd moeilijk om mijn voet op het gaspedaal in bedwang te houden. Dus het is maar goed dat we cruise control hebben. Misschien nog een leuke statistiek. We hebben nu dus bijna 3500 kilometer gereden. En daarvan hebben we nog geen enkele meter tolweg gereden. En dat bevalt best goed. Het is op zich ook wel rustgevend op de een of andere manier, want je weet dat je niet opschiet, dus ja, dan hou je daar ook gewoon rekening mee.
En er staat tegenover dat je veel meer ziet. Je komt door dorpjes heen, je ziet veel van de natuur. Je ziet de lokale bevolking die onderweg is. Ja, dit is gewoon hartstikke leuk. Lekker relaxed. Voordeel van geen tolwegen rijden, dus binnendoor, is dat we kunnen stappen wanneer we willen. We zijn niet afhankelijk van parkeerplaatsen zoals je dat op tolwegen hebt. Dan drinken we lekker een kop koffie of gewoon even uitrusten. Of ik ga met de drone vliegen. En dat is natuurlijk ook heel leuk, want dat zijn alle mooie beelden die u deze vlog ziet. We zetten de camper aan de kant, drone eruit en vliegen. We zijn er in Sagres en we hebben onze camper neergezet op een grote parkeerplaats. Er staan veel campers. En in het verleden mocht je hier met je camper, althans het werd gedoogd, gewoon overnachten. Nou, dat is helaas afgelopen sinds 1 januari 2021. Zoals op zoveel plaatsen in Portugal is het verboden om vrij te overnachten. Je mag hier overdag staan, maar 's avonds moet je wegwezen en op zoek naar een andere overnachtingsplek. En bij het laatste shot van deze aflevering kom ik toch nog even in beeld. Vanaf het zuidelijkste punt van Portugal, het zuidelijkste punt van het vasteland van Zuidwest-Europa, zeggen wij u bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. Denk aan het duimpje. Dag!